Hallo, mijn naam is André Babenko. Ik ben een kunstenaar. Ik ben uitgenodigd van Smaak Gent voor een workshop te geven, graffiti voor jongeren. En de workshop was gebaseerd rond het werken van Raoul de Keizer. Heel veel kunstenaars die schilderen wat hij door het raam kunt zien, en dit dat ook. Maar hier schildert gewoon in het midden van zijn tekening staat gewoon het raam zelf. Hier ga je het wel weten, Teddy. Een voetbalveld. Een voetbalveld. Ja. Wel, wat zou dan dat kunnen zijn? De rand van voetbalveld? Ah nee, ah ja, de doel. Ja, het doel, hè? De goal, hè? Ja, inderdaad. Mika? Nee. Dat weet ik niet. Allee, je moet dat wel, jong. Voetballen. Ja, voetballen. Nu, het staat er niet volledig op en toch zie je wat het is. Raoul de Keizer maakte grafische schilderijen. Die woonde altijd in zijn eigen dorp. Die is daar nooit buiten geweest. Die is daarmee groot geworden. Die was bekend door één klein detail uit te kiezen en dan uit te vergroten. We zijn in bezoek voor kunst. Om te leren wat dat kunst is. Wij maken een project over smaak en wij moeten ons eigen schilderkunst tonen aan andere mensen en vertellen waarom dat we dat schilderen. We hebben dat al twee keer gedaan. Eerst hebben we drie voorwerpen getekend. En nu zijn we weer aan het schilderen op een groot doek. En dat is eigenlijk voor een tentoonstelling voor smaak. Ik vind het wel wijs. Graffiti is vrij interessant. En het is wijs dat we dat kunnen doen met zo'n veel spuitbus, want normaal is dat duur. Het leukste vond ik gewoon dat we geen instructies moesten volgen en dat we echt gewoon mochten doen wat we wouden. En dat niemand zo kwam zeggen van ja, zou je dat niet zo doen of dat niet zo doen. Ik vind dat mega wijs, zo, die vorm. Mooi is dat? Ah. Kijk, dat is die vorm dat hij doet. En dan hier een stuk van die ster, hier. Hier. Wauw, Adjan. Dan denk je aan niks. Gewoon aan je tekening, wat je moet tekenen. Concentreert je echt zo. Als ik zo stukjes zie van gelijk boeken of dingen die gemaakt zijn door mensen van vroeger, of dat ze achtergelaten hebben, dan begin ik zo te denken van wat er allemaal gebeurd is vroeger en wat ze allemaal meegemaakt hebben. Zo'n klein stuk papier of zo'n klein stuk steen, dan, als ik dat zie, dan denk ik aan verschillende dingen. Zo, je hebt echt verschillende voorbeelden in je hoofd. Ja, dat is gelijk dat hij zelf in een boek zit of in een verhaal. Wat vind je van kunst? Dat was ook een van de vragen. Wat vind je van kunst? Sommigen vinden dat soms mooi, sommigen vinden dat soms saai. Sommigen hadden zoiets, geen hoesting, ik wil niet naar smaak gaan, ik wil niet gaan schilderen, ik wil niet gaan dromen. Ene jongen zei, ik zeg, ik wil niet dromen, ik heb geen dromen. Dus ja.